Wat we hebben gezien is dat het ontbreekt aan echt open colocatieruimte, met name in de regio Utrecht. En dat heel veel dienstenleveranciers daar wel een behoefte aan hebben. Dat hebben we gezien zeg maar, aan onze bestaande klanten, onze partners die nu al leveren op het Eurofiber-netwerk. En daar proberen we in ieder geval op in te spelen. En wat je ziet en wat we ook hier proeven op deze beurs van vandaag is dat heel veel gaat naar de cloud. En er wordt heel veel gesproken over de cloud. Nou, Eurofiber zal niet die richting op gaan dat wij diensten in een cloud gaan leveren. Maar wat wij wel voorzien is dat we op basis van een open netwerk en dat open datacenter het fundament voor de cloud kunnen creëren. Verwacht jij klanten uit de ISP-wereld of verwacht jij juist MKB-klanten in het datacenter? Nou, ik verwacht beide. Met name omdat het datacenter in dit geval een heel grote marktplaats gaat worden van allerlei diensten. En waar ISP's, zeg maar, onze klanten kunnen voorzien van hun diensten. Omdat wij ze zelf niet leveren. De visie van Eurofiber is dat je de markt zijn werk moet laten doen. En dat de beste partijen, zeg maar, in de markt dan opstaan. En dat je daardoor ook innovatie bereikt. Dus wij kiezen, zoals van oudsher, gewoon voor dat open model. Waarbij ieder gewoon zijn kans krijgt om zijn rol te pakken in de keten.